inschenken? Nou, we can start. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voor de mensen die nieuw zijn, mijn naam is Romane. Vandaag een ander soort video dan normaal. Ik krijg echt super vaak de vraag of ik een break-up gerelateerde video wil maken. 1,5 jaar geleden ging ik zelf door een break-up en het was mijn allereerste break-up. En ik moet je zeggen dat die periode wel een van de zwaarste periodes van mijn leven is geweest. En als je me al wat langer kijkt en dus die periode met mij eigenlijk hebt meegemaakt, dan weet je dat ik ook op Instagram, op YouTube, dit wel heb laten merken dat ik het heel erg moeilijk had. En ik denk ook, omdat ik er zelf doorheen ben gegaan en jullie hebben dat gezien, dat jullie het ook vragen en willen weten hoe ik door die break-up ben heen gekomen en welke tips ik heb. Dus dat ga ik vandaag met jullie delen. Ik denk dat de meesten die nu op deze video klikken, op dit moment zelf door een break-up gaan. Of in de past, of misschien ga je helemaal niet door een break-up, maar vind je het gewoon heel erg interessant om mijn verhaal te horen en de tips mocht je ooit door een break-up gaan. Ik hoop eigenlijk echt dat ik jullie kan helpen door middel van mijn eigen tips en wat bij mij vooral heeft geholpen. Dus allereerst, mocht je nu door een break-up gaan, I'm sending you all my love. En ik hoop dat je mijn liefde door deze video heen voelt. Ik wil eigenlijk de video beginnen met iets heel clichés en dat is, het komt goed. Ook al denk je nu, Romane, iedereen zegt het komt goed, bla bla bla, takes time, dit en dat. Het is echt zo. Healing takes time. Ik zeg dit omdat toen ik door de break-up net ging, zeiden mensen tegen mij. En ik weet nog dat ik het gewoon niet geloofde. En ik had echt zoiets van, this is the end of the world. Ik kom nooit over die persoon heen. Ik ben echt super sad en ik blijf voor altijd sad. En ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik een aantal maanden later, heeft toch wel best wel lang geduurd hoor, toch wel 8 maanden of zo, dat ik gewoon nog nooit zo gelukkig ben geweest. Ja, echt, geloof me gewoon. Ik vond het zelf een van de pijnlijkste dingen om erheen te moeten. En dat is het ook. Je moet er doorheen. Je hebt geen keus. Een break-up is een break-up. Iedere break-up is ook anders. En ik vertel het nu alleen vanuit mijn perspectief. Maar eigenlijk geldt het voor iedereen die door een break-up gaat. Wat voor break-up dan ook. Dit zijn de dingen die mij dus heel erg hebben geholpen. Allereerst, huil. Huil, huil, huil. Ik snap dat je je nu gewoon goed wil voelen en dat je niet doorheen wil gaan en je wilt er niet aan denken en je wilt je gewoon goed voelen en ik snap het gewoon. Alleen dit is gewoon echt zo'n periode waar je doorheen moet en dat je echt je gevoel moet voelen. Dus als je verdrietig bent, voel dat verdriet door alles gewoon eruit te laten. Weet je, het is oké om niet oké te zijn, om gewoon een keer niet blij te zijn, om je gewoon even niet lekker in je vel te voelen en echt vooral als je door een break-up gaat. En ik weet echt hoe moeilijk dat is. Dus echt, huil. Praat erover. Vrienden, met je ouders, met wie dan ook. Dierbaren die om je heen zijn. Wat het namelijk is, is als je dat gevoel, dat verdrietige gevoel bijvoorbeeld, als je dat gaat onderdrukken en je blijft het onderdrukken, dan komt het uiteindelijk toch wel naar boven. Eigenlijk ben je dan veel verder van huis. Er zijn bijvoorbeeld mensen die, als ze door een break-up gaan, uitgaan. Vet veel gaan drinken. Alles eraan doen om er niet aan te denken. Het werkt op dat moment. Maar eigenlijk zijn al die momenten echt van korte duur. En op de lange termijn werkt het niet. Je verwerkt eigenlijk niks als je hupleuk dingen gaat doen en er niet proberen aan te denken. En eigenlijk alles maar gaat doen om niet dat gevoel te voelen. En ik weet dat het super kut is. Alleen het helpt. En je gaat merken na een tijdje dat het gewoon langzaam beter wordt. Echt baby steps. En het is ook echt belangrijk om daar niet te hard in voor jezelf te zijn. En bij mij hielp het vooral om met mensen te praten die door hetzelfde zijn heen gegaan. Dus mensen die ook een break-up hebben meegemaakt. Omdat die mensen gewoon echt weten waar ze het over hebben. Ik weet nog, in mijn geval had ik bijvoorbeeld heel erg veel aan hem mee. Omdat zij, was het jaar ervoor volgens mij, ik weet het niet meer precies, was zij zelf door een break-up gegaan. Zij wist gewoon hoe ik mij voelde. En zij kon gewoon precies de juiste dingen eigenlijk zeggen. Of alleen maar luisteren naar wat ik allemaal te zeggen had. En wat me zoveel pijn deed. En huilen. En zonder soort van gejudged te worden. Omdat ik wist gewoon dat zij er ook doorheen was gegaan. En dat ze ook over die persoon is heen gekomen. En dat ze daarna super gelukkig was en toen ook zieken ontmoette. Dat was voor mij wel echt zo'n houvast punt. En ook bij andere vriendinnen die door een break-up waren gegaan, dat was echt mijn soort houvast.
Omdat ik wist dat het toch wel goed zou komen. Maar weet je, op dat moment zei ik ook van het gaat nooit goed komen. En ik was echt super negatief. En ik voelde me gewoon echt, echt heel slecht. Ik had er gewoon echt geen vertrouwen in dat het goed zou komen. Echt, bijna iedereen gaat door een break-up. Ik ken echt niemand die niet door een break-up is gegaan. Ook al zijn alle break-ups verschillend en anders om andere redenen. Dat maakt niet echt uit. Het principe is eigenlijk hetzelfde. Mocht je nou geen prater zijn, want dat kan natuurlijk ook. Wat voor mij daarnaast ook nog heel erg hielp, is een journal kopen. En ik had gewoon zo'n boekje van de HEMA gekocht. Simpel. En elke dag verplichtte ik mezelf om erin te schrijven. Elke ochtend, elke avond. En wat ik deed was eigenlijk gewoon de vraag stellen, hoe voel ik me vandaag? En ik schreef. Ik schreef. Ik huilde en schreef. Dat was eigenlijk mijn leven op dat moment. Maar dat is echt oké. En vooral als je wat langer in die break-up zit, dan... Ik had op een gegeven moment het gevoel van, ik wil mijn vriendinnen bijvoorbeeld niet echt meer storen met mijn issues, zeg maar. Dus ik had zoiets van, oké, in dat boekje kan ik gewoon alles schrijven wat ik wil, zonder dat iemand het verhaal eigenlijk kent. Of zonder dat iemand daar een mening over heeft. Dat vond ik heel erg fijn. Dus dat hielp heel erg. Dus mocht je geen prater zijn, schrijf het dan op. Want dat is gewoon eigenlijk mijn number one healing techniek. Oh ja, en wat trouwens ook hielp. Soms komen er gewoon dingen op. Was op YouTube bijvoorbeeld video's kijken. Door andermans verhalen te luisteren over de break-up waar zij doorheen zijn gegaan. Je voelt je gewoon dan heel erg samen met die persoon. Je voelt je heel erg connected. Omdat je zoiets hebt van, ik snap je. Ik snap waar je doorheen gaat. Ik vond het heel erg fijn dat mensen dan tips gaven. En ik ben heel erg blij dat ik deze video kan maken. Omdat ik hoop gewoon, al help ik één persoon, dan is het voor mij al de moeite waard geweest om deze video te maken. Zoals jullie weten, of niet, de relatie waarvan de break-up is, was heel erg online, was heel erg openbaar. En als je me dus al wat langer volgt, weet je dat. En dat heeft heel erg tegen mij gewerkt, omdat ik vond het heel erg zwaar om mijn verhaal dan te doen. Of ik had zo maar het idee dat ik mezelf moest verantwoorden, waarom het uit was. En de hele tijd van, hoe is het met je? Praat je nog met die persoon? Ik werd er continu aan herinnerd. En dat was voor mij heel moeilijk om daarmee om te gaan. En om het dan ook echt te verwerken. Ik had ook heel erg de neiging om continu dan op social media te zitten. En ook te kijken bij die persoon van, oké, hoe gaat het nu met diegene? En wat is hij aan het doen? En je weet toch zo. En ik weet dat heel veel mensen dat doen. En dat is eigenlijk het ergste wat je kan doen voor jezelf. Omdat je jezelf gewoon continu dan pijn doet. Jij hebt die controle om dat gewoon niet te doen. Je moet het gewoon niet doen. Ik weet dat je wil weten hoe die andere persoon zich nu voelt. Maar weet je, social media is niet het leven. En mensen kunnen zich heel happy voelen. Mensen kunnen maar dat perfecte deel van hun leven laten zien. En dat kan die persoon ook doen. Waarvan de relatie nu verbroken is. Ja, leer jezelf gewoon om niet te kijken. En ik weet dat het moeilijk is, maar don't do it. Je doet jezelf alleen maar meer pijn. En op een gegeven moment heb ik ook tegen mijn vriendinnen gezegd van, praat me niet over die persoon. Ik hoef het niet te weten. I don't wanna know. Want ik ben niet meer samen met die persoon. Deze persoon is uit mijn leven. En om deze break-up door te gaan en om dit te verwerken, moet je eigenlijk gewoon niet meer geconfronteerd worden met die persoon, wat die doet, et cetera. Dus mijn tip is echt, ontvolg van social media. Ook al denk je van, ja, ik wil nog vrienden zijn, bla bla bla. Ontvolg gewoon, ook al is het maar voor een korte periode. En dat is dan puur om jezelf gewoon die tijd te geven. En dat je niet continu geconfronteerd wordt. Echt, ik zweer je, als je continu iemands Instagram voorbij ziet komen met een foto of een story, whatever. Je wordt er eigenlijk nog verdrietiger van dan dat je al bent. Ik raad je echt aan om die persoon te ontvolgen, te blokkeren, whatever. Ook als iemand contact met jou probeert te nemen, terwijl je dat niet wilt, moet je dat gewoon niet doen. Niet reageren of blokkeren. Alles om maar gewoon jezelf soort van te beschermen daartegen. En ik wil eigenlijk nog wat zeggen over het verschil tussen attachment. Dus attachment is eigenlijk dat vasthouden. Of ja, hoe zeg je dat? Soms kan ik het gewoon veel beter uiten in het Engels of zo dan in het Nederlands. Attachment. Ja, gehecht zijn aan iemand. Ik wil eigenlijk het verschil even vertellen tussen liefde en gehecht zijn aan iemand. Liefde is echt liefde. En bij liefde hoort niet bij iemand die je pijn doet. Iemand die je kwetst. Iemand die je laat huilen. Dat soort dingen.
dat is geen liefde. Van liefde krijg je geen pijn. Het is best wel moeilijk misschien om te begrijpen. En ik heb trouwens een korte video linkje in de beschrijving. En zij vertelt gewoon heel goed wat het verschil is tussen attachment en liefde. Want attachment is eigenlijk dat je zo gehecht bent aan die persoon. Dat je die persoon zo vastklampt. Maar als je dat doet, ik weet niet, maar hoe meer je vasthoudt, hoe erger de pijn gaat worden. Zij legt het veel beter uit dan ik. Toen ik door die break-up ging, zei ik echt dingen van, ik kom echt never over deze persoon heen. Ik mis diegene. Ik kan niet zonder diegene. Hoe ga ik ooit nog happy zijn? Je moet even beseffen dat voordat je met deze persoon was, voordat je met deze persoon in een relatie zat, kon je ook zonder die persoon. En dat moet je echt realiseren. Want je kan zonder die persoon. Echt, I'm sorry als je wil horen dat het makkelijk is. Het is niet makkelijk. En it sucks. En het is gewoon kut. Als iemand niet met jou wil zijn, of wat de reden ook is, maar bijvoorbeeld, dan moet jij ook niet met die persoon willen zijn. Want je bent zoveel meer waard. You deserve the best. Als dat niet met die persoon is, dan is het niet met die persoon. En dit geldt ook voor de mensen die samen hebben besloten om uit elkaar te gaan. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Weet je, life happens. En ook al wil jij het zo graag en denk je van, wij horen samen en ik kan niet zonder jou. Je kan niet iemand dwingen om met jou te zijn en van jou te houden en dat gaat gewoon niet. Ik ben mezelf heel erg verloren in die relatie. Het was een hele goede les voor mij. Het was echt een levensles, weet je? Daar ga je al. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou zeggen. Vooral niet als ik denk hoe ik me toen voelde en hoe ik toen was. Maar ik ben zo dankbaar dat dit is gebeurd. Hoe mijn leven is veranderd hierdoor en hoe ik ben gegroeid. Hoe ik mezelf 100 keer beter heb leren kennen. Ik hoop echt dat je dit nog even in je achterhoofd houdt. En dat je denkt, oh, je had gelijk. Het komt goed. Hoe ik nu in het leven sta, is eigenlijk van, alles gebeurt voor een reden. En als die persoon niet in jouw leven moet zijn, dan moet het maar zo zijn. Bij mij hielp het heel erg om die gedachten ook te hebben door dat proces heen. Dit geldt eigenlijk hetzelfde ook bij andere aspecten. Bijvoorbeeld, ik ben laatst afgewezen voor een baan. Als je dan wordt afgewezen bijvoorbeeld, dan kan je of, ja, gewoon sad zijn en gewoon niet meer willen solliciteren en gewoon, weet je wel, fuck this shit gewoon. Of je gaat door en denkt van, oké, dit bedrijf paste dus blijkbaar toch niet bij mij. Hetzelfde dus met een persoon. Deze persoon paste toch niet bij mij. Er komt iets veel beters op mijn pad, wat wel bij mij past. En dat is gewoon een hele fijne gedachte om te hebben. Dus dat wilde ik ook nog eventjes meegeven. Een van mijn laatste tips is focus op jezelf. Denk gewoon eventjes alleen maar aan jezelf. Ga af en toe leuke dingen doen. Neem de tijd voor jezelf. Ook dat journalen. Focus je gewoon helemaal op jezelf. Destijds ben ik dus weer fanatiek gaan uploaden. En ik kon dus in mijn YouTube video's mijn plezier van die dag vinden. En dat was gewoon mijn momentje van, nu geniet ik eventjes van de dag. Ook al had ik het super zwaar. Echt, het kan van alles zijn. Maar voor mij was dat dus YouTube en video's maken. En hierin kon ik me gewoon volledig uiten. En ik had plezier. En het hielp mij heel erg om dat dan te doen. Dus vind iets waar je lekker mee bezig kan zijn. Zonder dus dat gevoel weg te drukken. Ja, vind iets waar jij in kan groeien. In wat je leuk vindt. Al is het sport, een hobby, een passie, ik zeg maar wat. Dus ja. Dit boek is sowieso echt een aanrader. Het is Pillow Thoughts. En ik heb deze bij de Urban Outfitters gekocht. Hij was €16. Best wel veel, maar het is best wel een dik boek. En ik vind het een heel mooi poetry. Omdat er echt hoofdstukken in zitten. Je kan zien. En één daarvan is If You're Heartbroken. Daarna heb je If You're Lonely, If You're Missing Someone, If You Need Encouragement. Ik heb dus een ding gevonden dat ik echt dacht van, ja, maakt niet uit door wat voor periode ik heen ga. In dit soort dingen kan ik me dus heel erg vinden en raak ik heel erg geïnspireerd. Dus ik raad dit boek heel erg aan. Oké, I found it. Breathe in, breathe out slowly and count to 10. There's no rule book on how to cope when these things end. You may not feel it now, but things will get better, even if life doesn't tell you when. Dit is gewoon echt waar. Oh ja, en ik zit me nu opeens ook te bedenken, nu ik de tweede poem lees, dat, wacht, ik zeg het daarna. Ik ben een beetje all over the place. That's the thing about moving on.
You're never going to find a love quite like the one before. The key is to stop wanting the same thing and embrace the things to come. Ik weet nog dat ik dus dit zei. Van, ik ga nooit iemand zoals die persoon vinden. Ik ga het gewoon nooit vinden, want niemand is zoals hem. Bla bla bla. Maar dit is dus echt een goeie. En als je ready bent, en ik zeg dit specifiek. Als je ready bent voor iets nieuws, maar echt ready. En gewoon helemaal over die persoon heen bent. Je hebt het helemaal verwerkt. En je bent ready voor iets nieuws. En het komt op je pad. Echt, sta er gewoon voor open. En inderdaad, embrace the things to come. Ook al is het niet die persoon. En ga dan ook niet vergelijken. Iedereen is anders. Elke relatie is anders. En je gaat weer nieuwe dingen meemaken. En dat is ook heel erg leuk. Maar goed, dit is wel echt als je wat verder in het proces zit. Als je nu echt door een break-up gaat, denk je echt... Deze vond ik ook heel erg nice. En dit gaat dus over de tip dat ik zei dat je 100% op jezelf moet focussen. I forgave you for myself, not for you. You were too selfish for me. So when you broke my heart, I decided to be selfish too. Selfish in the way I stopped making everything about you. Ik hou zo erg van poetry. Dit poetryboek vind ik dus ook heel erg nice. En het is dus Morose Than Human van Remedy. En dit gaat vooral over mensen die het echt zwaar hebben gehad. En waar ze heel veel pijn hebben ervaren door een persoon. En ik vond deze heel erg mooi en heel erg... heel krachtig. Even when they push your heart inside a thorn bush, leave them speechless by blooming roses in there too. Amazing. En ik vind hem best wel diepgaand. Denk er even over na. Ik denk dat dit wel een beetje mijn boodschap was over breakups. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Onthoud dat. En dit waren dingen die mij heel erg hebben geholpen. Geef jezelf de tijd. Gun jezelf de tijd. En ik hoop dat ik er op deze manier een beetje voor je kon zijn. Mocht je hier doorheen gaan. En jullie kunnen me altijd DM'en. Ik wil zeggen, je kan me altijd appen. Oké, maar niet dat dus. Maar je kan me altijd DM'en. Je kan in de reacties vragen stellen. Dingen waar ik misschien niet over heb gehad. Ik heb het een beetje uit de losse pols gedaan. Ik hoop heel erg dat jullie hier wat aan hebben gehad. En mocht je nou iemand kennen die door een break-up gaat. En je vindt deze video goed. Laat het zien aan diegene. Deel het met diegene. Wees daar gewoon voor die persoon. En ik kan ook heel begrijpen. Als je bijvoorbeeld een dierbaar persoon hebt die daar doorheen gaat. En... dat je jezelf gewoon een beetje machteloos voelt. Want, weet je, het is van die persoon. Je kan het niet overnemen. Het enige wat je eigenlijk kan doen op dat moment is er voor die persoon zijn. En luisteren. Je hoeft niet eens advies te geven eigenlijk. Maar als je dat kan, dan moet je het vooral doen. En wees gewoon daar voor die persoon. En dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Ik... ga deze video afsluiten. Vond je dit nou een goede video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal voor meer video's. Ik upload 2 keer in de week video's. Soms 3 keer in de week. En dan spreek ik jullie in een volgende video. Hang in there. You got this.